Beken zijn belangrijke wateraders in het landschap. Als het regent, verdwijnt het water in de bodem en wordt het toegevoegd aan het grondwater. Als er te veel water is, vormt het zich in het relatief lagere gedeelte van het landschap tot kleine beekjes. Stroomafwaarts verzamelt de beek steeds meer water om uiteindelijk in een rivier te eindigen. In natte periodes voeren beken overtollig regenwater af. In tijden van droogte voorzien beken juist het omliggende gebied van water. Naast deze functie zijn beken belangrijk als ecologische verbindingszone, waarlangs planten en dieren zich kunnen vestigen en verplaatsen. Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor de beken in het Oost-Gelderse gebied en een stukje van Twente en de Veluwe. Het gebied is globaal gelegen tussen de Rijn, de IJssel en de Duitse grens. Waterschap Rijn en IJssel staat voor waterbeheer veilig en op maat. Dat betekent zorgen voor water, schoon water, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plek. Naast de beek zijn werkpaden gemaakt. De beek en de werkpaden worden waar nodig onderhouden. De inzichten over waterbeheer zijn in de loop van de jaren in Nederland aanzienlijk veranderd. Dit komt onder meer doordat het vaker harder regent. En dit heeft geleid tot het landelijke beleid Waterbeheer 21ste eeuw. Deze en andere overkoepelende beleidslijnen geven aan dat water ruimte moet krijgen in het landschap. Dat de inrichting van watergangen en de waterkwaliteit optimaal moeten worden afgestemd op de plaatselijke omgeving. Ook de werkwijze van Waterschap Rijn en IJssel is in de loop van de jaren veranderd. Zo was in de jaren 70 het streven om neerslag, regenwater, zo snel mogelijk af te voeren. Dit gebeurde via smalle en rechte beken die zo min mogelijk ruimte in beslag namen. Het water stroomt dan weliswaar snel weg, maar deze grote hoeveelheden water zorgen dan vaak voor overlast in het benedenstrooms gelegen gebied. Nu ontdekt men, mede door de klimaatsverandering, dat dit op vele plaatsen nadelig is. Een ander nadeel is dat de natte periodes worden gevolgd door droge. In die periodes is het water dat is afgevoerd juist hard nodig in het gebied. De oplossing is te zorgen dat het water in de beek zoveel mogelijk wordt vastgehouden en niet snel wegstroomt. Dit vraagt op vele plaatsen om een ander ontwerp van een beek. Een voorbeeld van zo'n opnieuw ingerichte beek waar water de ruimte heeft gekregen is de Buurser Beek. De Buurser Beek is ook een belangrijke ecologische verbindingszone. De beek stroomt vanuit Duitsland naar de IJssel. Waterschap Rijn en IJssel startte in 2004 met de voorbereidingen voor het herstelplan van de Buurser Beek. In 2006 werd het eerste deel van het plan uitgevoerd. Dat was het deel tussen de Duitse grens en de brug bij Buurser. Een beekherstelplan verloopt in een aantal fases. Allereerst wordt er een projectteam samengesteld met mensen uit verschillende vakgebieden. Het projectteam voor de Buurser Beek bestaat uit een projectleider, tevens contactpersoon voor het waterschap. Het team bestaat verder uit een hydroloog, ecoloog, technisch medewerker en medewerkers beheer en onderhoud. Het projectteam begint met het maken van een ontwerp van de beek dat past binnen geldende beleidslijnen en ideeën. Zo vraagt de natuur in deze situatie om zo nat mogelijke omstandigheden, terwijl dit vanwege bebouwing en landbouwbelangen niet gewenst is. Het waterschap weegt deze belangen zorgvuldig af. Bij elk nieuw herstelproject vindt er vooraf een milieukundig onderzoek plaats. Zo wordt er gekeken of er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen of schadelijk kunnen zijn. Deze worden in kaart gebracht en zo nodig verwijderd.
Voor belanghebbenden en betrokkenen is er een inloopdag georganiseerd. Een gebiedsexpert van het waterschap presenteerde de plannen. Er was daarbij gelegenheid om te reageren op het conceptinrichtingsplan. Het waterschap probeert belangen van bewoners rond de beek en ideeën voor verbetering zo goed mogelijk in het ontwerp te passen. Als alle procedures doorlopen zijn, wordt er een definitief inrichtingsplan gemaakt. En wordt er een aannemer geworven die het plan verder gaat uitvoeren. Er zijn over grote afstanden rijplaten langs de beek en door het natuurgebied gelegd. Op deze wijze kon er met minimale schade grond verzet worden en konden materialen worden aangeleverd. Op een aantal plekken is stortsteen gebruikt, voor onder andere versteviging en het maken van vistrappen. Het grondwaterpeil wordt mede beïnvloed door de hoogte van de beekbodem. Door de beekbodem te verhogen, kan de grondwaterstand in het omliggende gebied verhoogd worden. Vaststellen van de hoogte van de beekbodem vraagt de nodige afstemming tussen landbouw, natuur en bebouwing. Kraanmachinisten maken gevarieerde oevers. Dit geeft afwisseling in het landschap en een natuurvriendelijke inrichting. Meer dynamiek in de taluds zorgt voor een grotere variëteit aan planten en dieren. Een middel om verdroging tegen te gaan is ervoor te zorgen dat het water minder snel wegstroomt en meer tijd heeft om in de grond te zakken. Meer bochten, meanders, zorgen ervoor dat de beek langzamer gaat stromen. De meanders worden zoveel mogelijk gegraven zoals ze oorspronkelijk waren. In het gebied van de Buurserbeek waren nog twee authentieke meanders naast de beek te vinden. Ze zijn nu weer, net als vroeger, opgenomen als hoofdstroom van de Buurserbeek. Het beekherstel is erop gericht dat de beek beter past in het landschap en een grotere ecologische waarde heeft. Bijvoorbeeld dat vissen vrij kunnen optrekken door de beek. De traditionele betonnen stuwen vormen een onoverkomelijke barrière voor vissen. Om de beek ecologisch in te richten, moeten de betonnen stuwen worden gesloopt. Stuwen blijven vaak nodig om de benodigde waterhoogte van de beek in stand te houden, maar belemmeren de vissen. Daarom worden vistrappen aangelegd. Trapsgewijs gebouwde stuwen waar vissen tegenop kunnen zwemmen. Om de aanleg van de vistrap in de oorspronkelijke beekbodem mogelijk te maken, wordt er tijdelijk een omleiding voor het water gemaakt. Uitspoelen van de beekbodem onder de vistrap wordt voorkomen door er vooraf doek onderaan te brengen. De vistraphoogte wordt nauwkeurig ingemeten. Zo blijft de stuw goed functioneren en wordt hij passeerbaar voor vissen. De werkzaamheden worden nauwlettend gevolgd door betrokken buurtbewoners. Zij geven hun bevindingen door aan de uitvoerder. Plus dat je de beek natuurlijk tegen gaat houden, met al die slingers erin. Ja, zetten we meer afschuw.
Het herstelproject voorziet ook in het aanleggen van bergingsgebieden, laaggelegen gronden naast de beek waar het water tijdelijk naartoe kan overstromen. Dit is bereikt door medewerking van particulieren, een landgoedeigenaar en natuurmonumenten. Dankzij deze medewerking krijgt het water hier letterlijk de ruimte. De bergingsgebieden worden benut als er veel water ineens wordt afgevoerd. Op deze wijze wordt wateroverlast beneden strooms zoveel mogelijk voorkomen. Nadat de heftige toevoer van water naar de beek gestopt is, kan het water uit de bergingsgebieden geleidelijk terugstromen naar de beek. De bevloeiingswijzen staan nu vol, dus daar kun je zien het werk. Het is mooi weer begroeid langs de rand, dus het zal niet zo erg uitslijten. Maar hier en daar zal toch wel wat zand wegspoelen en ergens anders weer terechtkomen. Het waterschap is verantwoordelijk, van planvorming tot en met de uitvoering. Maar ook daarna houdt het waterschap de effecten van de ingrepen nauwlettend in de gaten. Hierbij gaat het met name om grondwaterstanden en de aanwezigheid van planten en dieren. Deze aspecten worden gemeten voor en na de uitvoering van het beekherstel. Herstelplan Buurser Beek laat zien hoe een beek zijn oorspronkelijke waarde terug kan krijgen. Een inrichting van de beek meer zoals het vroeger was. Een brede, minder diepe beek. Een beek die de ruimte heeft. Een beek meer geschikt voor planten en dieren, meanderend door het landschap. Waterbeheer. Veilig en op maat.